Links ziet u het gebouw van de economen, rechts het gebouw van de juristen en in het centrum natuurlijk onze Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Zoals u ziet staan we hier voor het gebouw Simon, waarvan de sloopwerkzaamheden in volle gang zijn, maar ook heel goed doorgaan vinden. Dat betekent dat al omstreeks augustus, september de aannemer aan de slag gaat met de inrichting van het nieuwe gebouw, de nieuwe huisvesting van onze faculteit TSB. En waar we dan als goed is ongeveer volgende zomer zullen intrekken, als alles verloopt volgens de planning. En misschien is het goed om op dit moment vanaf deze plek nog eens even wat nader in te gaan op wat voor filosofie we beogen qua inrichting met dit gebouw. Wat we heel belangrijk vinden is dat het gebouw is wat helpt om de identiteit van onze faculteit te versterken. En daarvoor willen we een gebouw inrichten dat een sfeer van welkom en warmte met zich meebrengt. Een uitnodigende sfeer naar buiten toe, maar ook een plek waarin het voor de medewerkers en voor de studenten goed vertoeven is als het gaat om zinvol en plezierig werk. Tussen gebouw met licht en lucht en uitstraling, transparantie. Dat betekent ook een gebouw met veel glas, veel doorkijkjes, zodat je goed weet waar je bevindt ten opzichte van de horizon. En heel belangrijk qua inrichting van het gebouw is dat we recht willen doen aan de twee belangrijkste functies van een gebouw voor onze faculteit. Namelijk een plek om geconcentreerd en met focus te kunnen werken. Te werken aan papers, aan mooie artikelen, aan onderzoeksvoorstellen. En tegelijkertijd ook een plek waarin er ruimte is voor ontmoeting. Niet alleen met elkaar als collega's, maar ook ruimte voor ontmoeting met onze studenten, met de buitenwacht, met bedrijven, met instellingen, met zorginstellingen, vertegenwoordigers van ziekenhuizen. En die twee functies willen we zo goed mogelijk verenigen in het nieuwe gebouw waarop we trots kunnen zijn en wat dus een manier van inrichting ook zal bijdragen aan de versterking van de identiteit van onze faculteit. We zijn inmiddels aanbeland op de 8e verdieping, waar de sloopwerkzaamheden eigenlijk volledig zijn afgerond. Alles is weer gereed voor de herbouw. Je ziet nog de sleuven in de grond waar de vroegere muren hebben gestaan. Gesloten muren van een stevige baksteen. Het zal allemaal vervangen worden door transparante wanden, zodat er een goed doorzicht is op de omgeving en een ruimte ontstaat van licht en lucht. Hier zullen met name aan deze lange kant, de zuidvleugel, zullen met name de werkruimtes komen van de wetenschappers. Maar ook hier is er ruimte voor ontmoeting, zitjes, plantenbakken enzovoort, om het open en het spontane karakter goed te onderstrepen. In deze kopse kant zullen de verschillende ontmoetingsruimtes worden ingericht. Het gaat dus om grotere ruimtes met wat ruimte is voor seminars, voor workshops, voor vergaderingen van het departement, maar ook om bezoekers te ontvangen. En dan waar we net tegenover de liften is dan de koffievoorziening, de balie, de receptie, herkenbaar voor elk departement.